Onze drijfvuilvissers maken elke dag de grachten schoon. Jaarlijks scheppen ze ongeveer 42.000 kilo plastic en andere troep uit het water. En daarom zijn wij super enthousiast over een nieuwe proef met een luchtbellenscherm. Yo Roy, vertel ons eens meer. Ja, dit is een hele mooie proef. En vooral heel erg slim bedacht door de mensen van The Great Bubble Barrier, een jonge start-up. Ja, en gewoon een luchtbellenscherm waardoor je schoner water krijgt. Ja, dat willen we wel uitproberen. Hè? Een bellenscherm? Een bellenscherm. Hier in het Westerdok ligt op de bodem een buis met allemaal kleine gaatjes in. En daar pompen we dan lucht doorheen. En ja, dan krijg je dus een bellenscherm. Ah, oké. Okay. Ik snap hem. Maar waar gaat al dat afval dan naartoe? Kom, we gaan even kijken bij het opvangsysteem. Dit is dus dat opvangsysteem waar ik het over had. En deze opvangbak, die wordt één keer in de zoveel tijd wordt die door onze drijfvuilvissers geleegd. En nog wel belangrijker misschien, we vangen hier ook plastic mee af, dat zich normaal onder de wateroppervlakte bevindt. En daar kunnen onze mannen niet bij. Plastic zakje, de chipzakje. Jee, daar is die weer. Dit is wel echt een ultieme test. En het allermooiste is natuurlijk dat er gewoon minder plastic die grachten uitstroomt en dus ook niet in de zee belandt. Vet zeg! Boten en vissen die hebben er geen last van. Kijk, we varen er nu gewoon doorheen. Geen probleem. Psst, jongens, wat vinden jullie ervan? Goeie uitvinding. Ja. Er zat veel in, dus we zijn er ook blij mee. Nou, top! Nou Roy, dat ziet er allemaal wel heel goed uit. Wanneer krijgen we de eerste resultaten te zien? Daarvoor moet je vooral de social media van Waternet in de gaten houden. Oké, doen we. Tot de volgende keer dan maar weer. Later water! Later water! Chillen, 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 chillen.